Bijzondere oefening in Den Oever. Militairen van het Korps Nationale Reserve bewaken de komende dagen het gemaal Leemans en de jachthaven Marina. Het gaat om de oefening Falcon Safe Harbor. Zoals u hebt kunnen lezen is de Bravo-compie uit Bergen hier vertegenwoordigd. En wij liggen hier dus met een eenheid bij dit gemaal. Zoals u hebt kunnen lezen in de lokale media is er sprake van mogelijke inmenging en inbreuk op de besturing van dit gemaal. Men heeft de computer hier afgeschakeld, omdat men vermoedt dat men via internet toch actie wil ondernemen. En omdat die nu dus daarvan is afgehaald, zorgen wij nu voor een stukje persoonlijke beveiliging, totdat dat geregeld is. Defensie oefent de laatste jaren steeds vaker buiten kazernes en oefenterreinen. Zo'n 100 militairen van de Nationale Reserve houden de wacht en doen patrouilles. Ik ben de boot aan het ontkalken en schoonmaken. Is hij nog gecontroleerd door de militairen? Ja, nou ja, één vraag. Ze vroeg hoe zwaar hij was. Er is net op de website van de Marina dat er een oefening is voor de veiligheid van de haven. Nou, goed gevoel. En het zijn allemaal goed gemutste mannen. Ja, u blijft goed in uw rol, dat is duidelijk. Ja, helaas kunnen wij voor de rest niet veel informatie geven met hoeveel mensen wij hier zijn, met welke middelen we hier zijn. Want dat brengt onze eigen opdracht in gevaar. De oefening Falcon Safe Harbor is vandaag en morgen.